U luistert naar de armste week. Welkom bij de armste week. Maak de armste week tot de warmste week. Welkom bij de armste week. Dat is zeker dan het. Dames en heren, u kijkt en luistert nog steeds naar de armste week. Hier bij de Ancien Gantoise in Gentbrugge is het van waaruit het Gentse kunstenoverleg Revue Interim, CIRC, het Gent Solidariteitsfonds en Burgerplicht al de hele week live televisie maken, met maar één doel. De armste week zorgt voor inzameling van fondsen voor armoedebestrijding in Gent. Er zijn 18 organisaties die meedoen en waar het geld naartoe gaat. Het is een groot probleem natuurlijk in onze stad. Maar we proberen ook mensen dichterbij te brengen en te sensibiliseren rond deze thematiek. Veel praatgasten en kleurrijke acts en muziek. Een combinatie die aanslaat, want de giften komen vlotjes binnen. We zijn hier aan een derde dag bezig van de armste week hier in de studio's bij CIRC, rechtstreeks op AVS. We hebben nu ondertussen al 35.000 euro opgehaald, maar vorig jaar hebben we 140 in totaal opgehaald. En we proberen dat dit jaar te verbreken. Een aardig bedrag, maar hier dromen ze van iets meer. We dromen eigenlijk over een miljoen euro. We hopen dat de rode duivels die nu ergens op het strand liggen ook meehelpen om het gat toe te rijden tussen ongeveer de 200.000 dat we willen inzamelen en dan dat miljoen. Dus Kevin De Bruyne, zeker storten. En iedereen kan dat ook doen, elke Gent. Welkom op de armste week. Tot morgen kan u deze namiddag uitzendingen ook bij ons volgen op AVS dus en verder op de site van de armste week en CIRC. Daar vindt u ook alle mogelijkheden om de armste week te steunen. Nog tot zondag kan je ook bieden op een werk van onder andere Berlinde de Bruikere en Michael Bormans. Daarna kan je volledig laten gaan voor de warmste week. Dat ze dus nog altijd rammelt.